Volgens Holleder is Miremet de grote boef achter alles. Goeiedag. Het was een roerige week in het proces tegen Willem Holleder. Weer was er een confrontatie met zijn zus en getuige Astrid. En er komt steeds meer naar boven over alle intriges in die periode in het Amsterdamse milieu. De hoofdvraag van dit dossier is: zit Willem Holleder achter de dood van Cor van Hout, zijn zwager? En we gaan hierover praten met Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf. Saskia, welkom. Ja, vandaag in de bunker. Wat gebeurde er? Ja, het kwam er eigenlijk op neer dat Holleder, wat hij altijd heeft ontkend, hoor, weer ontkende dat hij zat achter de dood op zijn zwager. Daar heeft hij geen opdracht voor gegeven, zegt hij. En ja, eigenlijk was de naam Miremet de naam die vandaag het meest viel. Dat is degene die achter allerlei moorden en liquidaties zat. Want, zegt Holleder, ik heb altijd geprobeerd om dingen netjes op een andere manier geweldloos op te lossen. Maar hij was degene die altijd opdrachten gaf tot liquidaties. En hij zou ook zitten achter de liquidatie op Cor van Hout. Ja, en op het moment dat die beschuldigingen uit. Komt er ook een beetje een degelijk verhaal uit? Of is het van horen zeggen? Hoe brengt u dat? Dat is dus het probleem een beetje. Hè? Dat alle mensen die het zouden kunnen bevestigen of ontkrachten dood zijn. Ja. Kijk, je had natuurlijk vastgoedmagnaat Willem Enstra, de man die de onderwereldbankier werd genoemd. Die heeft op een gegeven moment gesproken met de politie en die heeft de beschuldigende vinger in de richting van Holleder gewezen. Ja. Die zei, dat is degene die achter de moord op Cor van Hout zit. Maar wat zegt Holleder daar dan weer van? Van ja, dat is een verhaal dat heeft hij gewoon gecreëerd samen met Miremet. Ja. Allemaal ingestoken door Miremet. Die had ze allemaal aan een touwtje. En dat is degene die er in werkelijkheid achter zit. Ja, nou is het ten aanzien van de dood van Cor van Hout, zonder heel gedetailleerd te worden, mm-hmm. Zit er wel een kern van waarheid in dat die Miremet en zijn partner in crime Sam Klepper wel in animositeit leefde met Cor van Hout een hele tijd. Ja, dat klopt. Ja, het is zo dat zij Cor van Hout eerder hebben willen liquideren. Dat is een verhaal dat Holleder vertelt. Holleder zou dat gevaar hebben afgewend door Klepper en Miremet €1 miljoen te betalen. Of gulden was het, geloof ik, toen. Gulden. En daardoor heeft hij, zegt Holleder, een bloedbad kunnen voorkomen. Dat is ook de breuk. Dat heeft de breuk veroorzaakt in de vriendschap tussen Holleder en Van Hout. Omdat Van Hout zei, je bent nu overgelopen naar de andere kant. Klepper is vervolgens geliquideerd en daar zou volgens Miremet Cor van Hout achter zitten. Dus vervolgens moest ook Cor van Hout gaan. Ja, ja, en op zich zou je zeggen dat is een redelijk plausibel verhaal. Aan de andere kant heb je dus ook het verhaal dat Holleder achter de centen van Hout aanzat. Ja. Zijn hand wilde leggen op de criminele erfenis van Hout. En om die reden zijn zwager heeft laten liquideren. Ja, er valt natuurlijk voor meerdere versies wat te zeggen. Nu gaat het alleen nog om het bewijs. Dit zijn Miremet is overleden, Willem Enstra is overleden, andere mensen. Sam Klepper is overleden. Het is allemaal nu een reconstructie achteraf. Ja. Maar er zijn wel twee kroongetuigen en die komen even later in het proces. Ja. Waarvan die wel zeggen, Willem Holleder. Nou, bijvoorbeeld een van de kroongetuigen, Peter Lacerpe, die heeft verklaard dat hij heeft gesproken met Jesse R. Jesse R. was een van de hoofdverdachten in dat grote liquidatieproces Passage. Ja. Hij is daar tot levenslang veroordeeld. En Jesse R. zou tegen Peter Lacerpe hebben gezegd, ik kreeg van Miremet opdracht om Holleder te vermoorden. Maar ik ben vervolgens naar Holleder gegaan, heb hem dat verteld. En ik heb gekozen voor de power van Holleder. Dat was namelijk goed voor mijn carrière. Ja. En van Holleder mocht ik vervolgens Van Hout doen voor €500.000. Ja. Ja, en dat zou dan weer erop duiden dat Jesse R. die moord heeft gepleegd in opdracht van Holleder. En die twee kroongetuigen worden waarschijnlijk ook wel zijn grootste probleem. Hè? Omdat tot in ieder geval een andere crimineel, Dino Sorel, is ook op basis daarvan zware veroordeling, levenslang gekregen. Nou ja, in ieder geval heeft het Hof gezegd dat de kroongetuigen betrouwbaar zijn. Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat de rechtbank dat ook moet vinden, die nu gaat over de zaak Holleder. Ja. Maar het zou op zich heel vreemd zijn als deze rechters tot een heel ander oordeel daarover zouden komen. Dat klopt wel, ja. Ja, dus dat gaat een probleem worden voor hem. Even het begin van deze week, daar was weer zus Astrid. Ja. Ik was dinsdag ook zat ik even naast jou in de bunker. Dat gaat er vrij heftig aan toe, hè? Ja, behoorlijk. Ja, je kunt echt merken dat ze elkaar heel goed weten te bespelen. En dan loopt de woede en de emoties lopen soms heel hoog op. Dus op een gegeven moment verweet Holleder Astrid dat ze Jordaan cabaret speelde. Ja. Met compleet met af en toe wegpinken van een traantje. Zij betichtte hem van het verspreiden van leugens. Het was hart tegen hart. En dat is af en toe echt gaat dat op hoge toon. Er wordt gegild, geschreeuwd, gescholden. Ja.
Dus op een gegeven moment heeft de rechtbank ook besloten van, nou, het is wel weer even mooi geweest voor die dag. Kost heel veel energie dit. Ja, precies. Ja. En ze komen nog meermalen terug, hoor, de zussen. Maar uiteindelijk loopt het altijd wel weer een keer uit de hand. Ja. Wat heel belangrijk is dat zus Astrid jarenlang opnames heeft gemaakt. Ja. En dinsdag kwam er dan een opname te sprake waarin Holleder echt insinueert dat hij inderdaad Cor van Hout heeft vermoord. Ja. Maar dat zijn zus er dan ook kennis van heeft. Ja. En anderzijds liet de verdediging weer opnames horen die een beetje gaten schoten in het verhaal dat de zussen en Holleder een totaal gebrouilleerde relatie hadden. Ja. Het was een beetje een rare tweeluik, zeg maar. Nou ja, dat is al een paar keer eerder gebeurd. Kijk, Astrid kwam met een opname waarop je Holleder hoort zeggen, het was een onbenullige ruzie over een auto. En dan hoor je Holleder op een gegeven moment over Sonja, de vrouw van Cor en zijn zus dus zeggen, als ze niet oppast, dan ga ik vertellen dat zij hem ook dood wilde hebben. En dat woordje ook, zegt Astrid, ja, dat blijkt toch wel duidelijk uit dat hij meer weet van de moord op Cor van Hout. En hij zegt ook dat hij haar dan zal meeslepen daarin. Nou, Astrid hoort daar gewoon een hele duidelijke bekentenis van hem in. Ja. En aan de andere kant komt dan de verdediging weer met opnames waarin hele gezellige gesprekjes plaatsvinden tussen Holleder en Astrid. Je hoort Astrid lachen, je hoort Holleder iets terugzeggen. Het klinkt allemaal heel gezellig. Waardoor Malewitz en Sander Jansen, de advocaten van Holleder, zeggen van, ja, je zegt wel dat er voortdurend sprake was van een enorm gespannen situatie. Maar dat horen we gewoon niet altijd. Dit klinkt toch eigenlijk allemaal heel gezellig en leuk. Dit klinkt als normale familieverhoudingen. Ja. Terwijl Astrid zegt, nee, ik hoor mezelf hier gewoon toneel spelen. En wij waren allang al blij als hij gewoon rustig was en niet boos. En we deden er alles aan om hem niet boos te maken. Nee. Want dan explodeerde hij weer. En dat kon zomaar gebeuren. En nu is maar even afwachten wie de rechtbank gaat geloven. Ja. Hey, wat zit er nog in het vat voor komende week? Komende week gaat de rechtbank nog verder met de behandeling van dat moorddossier Cor van Hout. Ja. We krijgen ook nog, ik denk nog voor de zomer, het dossier over de moord op Willem Enstra. En in beide zaken zullen de zussen Astrid en Sonja ook weer worden gehoord als getuigen. En dat staat voorlopig op de planning voor 28 juni, om daarmee te beginnen. Maar ja, die planning die wijzigt continu. Ja. Dus hou hem vooral goed in de gaten, want dat kan steeds veranderen. Dankjewel, en jij gaat ons op de hoogte houden, dat doe je altijd via Twitter, want je hebt heel veel volgers daar. Dus volg Saskia als u daar meer over wilt weten. En tot zover Misdaad vandaag.